Even voor middernacht gaan de hemelsluizen boven Mortsel open. Een hevige regenbui zet de Sint-Benedictusstraat al snel onder water, want de helft van de riolering is afgesloten, net voor rioleringswerken. Een pomp van de aannemer kan het water onvoldoende slikken en dus moeten de kelders in de hele straat eraan geloven. Ik heb een heel grote kelder, want die onder huis is onder kelder. Ik heb zeker 15 à 20 centimeter water in mijn kelder gehad, terwijl er twee pompen stonden te pompen, hè, om het niet hoger te laten komen. Dus het spoot langs alle mogelijke gaten eruit. Dat is verschrikkelijk eigenlijk. We pompten alles wel weg, maar het bleef terugkomen, het water in de riolering. Dus ja, het was wel angstaanjagend, want het bleef altijd maar stijgen. Ja, het was toch niet zo'n aangenaam zicht voor u. Een diepvries, koelkast en al die toestanden. Dus ja. Ik woon hier zelf sinds 1984 en heb nooit waterschade gehad. Behalve sinds 2011 dat we 28 juni de eerste keer hadden en sindsdien al 5 keer. De buurtbewoners hebben de laatste maanden dus wel meer wateroverlast gehad. En dat zijn ze stilaan beu, want ook de schade loopt telkens op. Met de overstroming van vorig jaar in juni hadden we een kleine €15.000 schade. En ik ben bang, rekening houdend dat ik gisteren 25 centimeter water had, dat de schade nog veel groter gaat zijn. En nu 2 keer zo kort op één. Alles net gekuist en terug in orde en dan weer terug helemaal opnieuw moeten beginnen. En dan zeker 's nachts, dat is niet leuk. In totaal moest de brandweer zo'n 15 kelders in de Sint-Benedictusstraat helpen leegpompen.